en haar lieve mama. Kathleen Amand. Anna heeft de liefste mama van de hele wereld. Ze zorgt goed voor Anna. Elke dag opnieuw. Vandaag wil Anna mama een keertje helpen. Ze zijn alleen thuis met zijn tweetjes. Het wordt een leuke klusjesdag. Eerst gaan mama en Anna samen boodschappen doen. Anna mag achter op de fiets. Als ze bergaf gaan, fietst mama snel. Maar als ze bergop gaan, fietst mama traag. Sneller fietsen, mama! Sneller! Roept Anna. Maar mama hoort het niet. In de winkel rijdt mama met de grote winkelwagen en Anna met het kleine wagentje. Anna wil haar wagentje vol laden met snoep, maar dat mag niet van mama. Anna mag wel een pakje koekjes kiezen en ook iets lekkers voor op de boterham. Thuis helpt Anna om de boodschappen weg te zetten. Koekjes horen in de koekjeskast en fruit, kaas en vlees in de koelkast. Kom Anna, zegt mama, wij gaan de vuile kleertjes wassen. Anna mag alles wat rood is in de wasmachine stoppen. Broeken, sokken, onderbroeken en t-shirts. Deurtje dicht, waspoeier erbij, op het knopje duwen en wassen maar. Anna kijkt door het raampje van de wasmachine. Ze schrikt. Konijn zit tussen de rode was. Konijn is helemaal niet rood. Hij is blauw. Mama, roept Anna. Mama! Mama kan de wasmachine niet meer stoppen. Konijn moet blijven zitten tot de wasmachine klaar is met draaien. Anna en mama hangen samen de was op. Waarom is konijn zo rood? Is konijn ziek? Vraagt Anna verbaasd. Nee, lacht mama. Konijn is niet ziek. Die rode kleren in de wasmachine hebben die vlekken gemaakt. Anna kijkt een beetje sip. Konijn wordt weer mooi blauw als we hem nog een keertje wassen, troost mama. Kom, we gaan iets leuks doen. In de keuken bakken mama en Anna een taart. Ze wegen bloem, suiker en boter af en tellen 4 eitjes. Dat mixen ze goed door elkaar en het deeg is klaar. De taart gaat de oven in en Anna mag de pan uitlikken. Maar dat is lekker. Het hele huis ruikt heerlijk naar taart. Stilletjes gaat Anna naar haar kamer. Met haar nieuwe stiften maakt ze een mooie tekening voor mama. Ze doet er een leuke strik omheen. Zo is het net een cadeautje. Voor jou, mijn lieve mama, lacht Anna. Een cadeautje. En ze geeft de tekening aan mama. Dank je, mijn lieve Anna. Mama geeft Anna een dikke knuffel. Omdat jij mij zo goed geholpen hebt, mag jij nu kiezen wat we gaan doen. Anna en mama zitten samen in bad. Wat wilt u drinken, mevrouw? Vraagt Anna. Mama bestelt een warme chocomelk met slagroom. Anna pakt een bekertje water en schept er wat badschuim op. Alsjeblieft, mevrouw, uw kopje is klaar. Dat is dan 2 euro. Mama mag het kopje natuurlijk niet echt leeg drinken, want chocolademelk van badwater, is vies. Fris gewassen genieten Anna en mama van een echt kopje chocolademelk. Bijna waren ze hun zelfgebakken taart vergeten. Oh, wat heerlijk, zo'n gezellig mamadagje.